Guit. Aangetikt en de vrije trap is voor Willem II. Vrije trap snel genomen en veel ruimte voor Piqué en die gaat er gelijk in. En zo staat Willem II op voorsprong. Guit meldt zich voor deze vrije trap. Gravenbeek richting de tweede paal. Keller legt terug. Kans op 2-0 en het is 2-0. Vrije trap van Veldmaten en die vliegt er ook in. En zo is het weer spannend. Is het 2-1. Slijngaard met de bal in de richting van Bokila. Daar is Mul. En Swinkels wordt daar geraakt door zijn doelman. Het lijkt toch een onschuldige voorzet van Slijngaard. Mul komt uit zijn goal. En in de lucht raakt hij met zijn knie het hoofd van Swinkels. We kunnen alleen maar de hoop uitspreken dat het uiteindelijk mee zal blijken te vallen met Arjen Swinkels. Bellassani. Ilias Bellassani terug naar Bilate. En de bal gaat op de stip. Hij geeft een penalty. Ja, nu wel. Dat is merkwaardig. 5 minuten geleden aan de andere kant niet. En nu gaat de bal op de stip na een op het oog toch onschuldige hensbal. 2-0 stond Sparta achter. Bokila met de kans om het weer gelijk te maken in de 62e minuut. Bokila en Mul pakt hem. Ik vraag niet hoe, maar hij pakt hem. Het is de allerlaatste minuut van de extra tijd als Sparta de bal er nog een keer kan ingooien via Varela in de richting van Bokila en Godet. Maar dan is het gedaan. Dan komt deze zeer, zeer turbulente avond tot een einde met een overwinning van 2-1 voor Willem II.